Het dorp Atjoni in het district Sipaliwini heeft de potentie om uit te groeien tot een ontwikkelingscentrum. Dit is de constatering van minister Edgar Dikan van regionale ontwikkeling. Dikan bracht afgelopen dinsdag een oriëntatiebezoek aan Atjoni. De bewindsman zal samen met verschillende partners eraan werken dat de voorgenomen beleidsdoelen gerealiseerd worden. Zo zal de EBS ervoor zorgen dat het dorp 1 x 24 uur van elektriciteit wordt voorzien, zegt Dikan. Zonder energie kan je geen ontwikkeling brengen. Bankinstelling, we hebben SPSB met ons mee. We hebben ook de collega-ministers van Sport- en Jeugdzaken en Volksgezondheid. En voor ons is het duidelijk, dus nu gaan we echt nu de besluiten nemen. De bewindsman heeft niet aangegeven wanneer een begin gemaakt zal worden met het elektrificatieproject. Die kan zei verder dat binnen 2 tot 3 jaar fysiek meer zaken opgezet zullen worden in Atjoni. Hij benadrukte dat het ministerie van Handel en Industrie goed vertegenwoordigd is in het district, waardoor het nagenoeg niet voorkomt dat er in Atjoni vervallend producten worden verkocht. En de mensen van het ministerie van HIT gaan ook de rivier op om zaken daar waar te nemen, te verifiëren. Dus het zal wel, wat ik inschat, een geïsoleerde case zijn. Maar desalniettemin, eigenlijk mag het niet voorkomen. Dus we zullen zeker met de mensen van het ministerie alvast hier dat onder hun aandacht brengen, zodat ze kunnen kijken wat er eigenlijk aan de hand is. Ten aanzien van het tweede hebben we na dit deel, toen we hier waren, was er wel een vertegenwoordiger van het traditioneel gezag hier. U moet weten dat we dit niet zouden kunnen doen zonder de inbreng en de gesprekken die lange tijd hebben plaatsgevonden tussen het ministerie, dus de overheid over het algemeen en het traditioneel gezag, waarbij we overeenstemming hebben bereikt en dat de lokale gemeenschap zelfs hun plaatsen waar ze hun kostgronden vroeger hadden, hebben afgestaan om dit te doen. We gaan zo aanstonds naar Atjoni. Er is een overlijdensgeval in het dorp. Pokigrom. En ik denk dat dat misschien de reden is dat ze niet langer of in grotere getalen hier zijn. Maar er is wel een afspraak dat we alvorens naar de stad terug te gaan, we even de mensen gaan groeten en natuurlijk ook condoleren. Tot zover minister Edgar Dikan, die de afgelopen dinsdag een oriëntatiebezoek heeft gebracht aan Atjoni. Volgens de bewindsman heeft dit dorp de potentie om uit te groeien tot een ontwikkelingscentrum.